Hi, goedemorgen. Het is hier goedemorgen, dus maar, misschien wanneer jij het kijkt niet. Nieuwe make-up. Ik gebruik nog steeds de Clean ID Vitamin C Primer van Catrice. Die gaat maar niet op. Ja, ik had wat nieuwe essence gekocht en dat is niet een full face, hè? Dus we gaan even kijken. Deze, laten we de Pretty Natural maar proberen. Weer een keer. Misschien had ik hem eerst moeten schudden. Nou, dat maakt qua consistentie niet echt heel veel uit. Dat zie ik. Even. Ik kan me herinneren dat ik dit een fijne foundation vond. Nee, dat duurt me allemaal te lang, dit. Zo. Ja, iedere keer zo'n heel klein beetje pakken en dan zo 2 centimeter voor je gezicht kunnen doen. Dat gaat me dan te lang duren. Volgens mij had ik daar een haar. Nou ja. De kleur is nog steeds goed hoor. Even goed de lachrimpels doen. Dan moet ik even kijken. Want. Volgens mij heb ik van Essence alleen maar de Sensitive Concealer. Dus dan gebruik ik die wel even. Dan blijf in ieder geval een beetje in het thema. Zo. Dan heb ik een Banana Light Powder. En daar zit zelfs nog het plasticje omheen. Op. Ik heb
brilletjes gekocht. Speciaal voor op de kaptafel. Dus laten we er daar een van gebruiken. Dan kan ik ook zien wat ik doe. Dit zijn gewoon brilletjes 3 voor 5 euro bij de Action of zo. Dit is helemaal niet dat je denkt, wow, heb je zoveel brillen in één keer gekocht. Ik heb ze overal. Echt overal. Maar nu kan ik tenminste zien wat ik doe. Zonder dat ik gelijk het hele potje verrampeneer. Is dat een goede uitspraak? Verrampeneer? Hij zit wel heel erg lekker, moet ik zeggen. Leuk, leuk ding. Verrampeneer. Ik weet niet, dat zeggen wij altijd, tenminste vroeger, in Den Haag. Iets verrampeneer. Dat zou toch wel een gewone Nederlandse uitdrukking zijn? Ja. Het is inderdaad een beetje geel. Wat je verwacht van een bananenpowder. Het is heel smoothing hoor. Wauw. Dit is niet verkeerd. Ik heb hier een haar zitten. Dit is niet verkeerd. Al die haren. Gaaf. En het ziet er helemaal niet gelig uit of zo. Het is, ja, prima. Leuk. Ik moet echt mijn kaptafel opruimen. Dan heb ik de Flawless Finish Translucent Glow Setting Powder van de Kruidvat. En ook die heeft een plasticje erop. Oh, maar die heeft wel een lipje. Alleen een lipje waar je dan weer niet bij kan. Dat is wel handig, hè? Ik ben een beetje nerveus. Dit ziet er niet translucent uit. Ja, we weten inmiddels wel dat ik niet van een plakkerig gezicht hou. Oké, de kleur valt reuze mee, moet ik zeggen. In eerste instantie niet mijn Maximoor. In eerste instantie niet dat ik denk heftig. Het is gelukkig niet een hele witte poeder dat je zo'n hele witte waas over je gezicht krijgt. Dan zie je eruit als een groot geest. Ja. En er zit inderdaad een soort subtiele glow. Even kijken hoor. Oh, ik had een cream blush. Nou ja. Wat heb ik van Essence? Ik heb iets voor mijn lippen. Nog iets voor mijn lippen. Ik heb iets voor mijn wenkbrauwen. En ik heb dingen voor mijn ogen volgens mij. Ja. Ja. En de rest is allemaal of niet voor nu, of van Catrice.
Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, wat ik wel van Catrice ga gebruiken is de brow stick. Heet het een brow stick? Ja, een brow stick. En dit is de kleur blond. Omdat ik eigenlijk heel benieuwd was naar deze kleur. Ja, dat dacht ik al. Het is een heel waxy product, hè? Dus je hoeft hierna eigenlijk niet meer ergens mee in je wenkbrauw te gaan. Maar dat doen we wel, want ik heb de Fixing Brow Mascara. En ik gebruik dit soort producten eigenlijk niet. Ja. Het probleem is, kijk, ik heb niet zoveel haar hier. Het is een, ja, fijn product, licht, goede tint. Laten we daarmee beginnen. Het probleem is, ik heb hier niet zoveel haar. Dus ik moet altijd een beetje de uiteindetjes bijtekenen. Zeg maar, daar. Zie je, dan lijkt het niet alsof je wenkbrauw ineens op de helft stopt. Zo, nu stopt hij niet op de helft. Ik vind dit nog steeds een fijn product, maar deze is iets te licht, denk ik, voor mij. Ik weet het niet. Ik ga er nog even mee stoeien. We gaan beginnen met de lippen, want ik heb de 8 Hour Matte Liquid Lipstick van Essence. En ik weet dus niet meer welke kleur het is. Dit is een van de lichtste nude kleuren. Zo ziet de applicatortje eruit. Als je zo heel zachtjes over je lippen gaat, is het een beetje kriebelig. Hele mooie kleur, zeg. Het is heel dun. Het voelt alsof je niets op je lippen hebt. Het is heel dun. Maar dit is een mooie kleur, zeg. Ik hou ervan. Ja, geweldig. Dan gaan we even een kleine detour maken. Want even gaan de ogen doen. En ik heb alleen maar liquid glimmende dingen. Dus we doen even de MAC pot, de painterly kleur. Als basis. En die gebruik ik niet als oogschaduwbasis, hè. Die is gewoon zo, dit is het, zeg maar. Dit is gewoon echt, dit is voor mij de ideale nude oogschaduw.
Zo van, je ziet dat er wat zit. En het is niet te overdreven. Wat een fijne lippenstift is dit, jongens. Even, ik heb er nog een kleurtje. Dit is de kleur, nou moet ik zo even kijken, maar dit is een donkerdere kleur. Een donkerdere kleur. Dit is Taylor Grey. En die combinatie vind ik echt helemaal het einde. En deze doen we dan een beetje zo hier in de zijkant, zeg maar. Heel klein beetje naar binnen. Zo. Ga zo nog blend door. Zo. Even de overtollige smurrie van mijn brush afhalen. Kwast. Dan neem ik een klein kwastje en dan even zo blenden. Ja. Oké. Ik heb 3 kleuren. En ik neig het meest naar deze. Dit is Shimmering Taupe. Nou, die gaan we aanbrengen een beetje hier. En dan ga ik hem proberen een beetje omhoog te blenden. Ja. En dan maak ik er een beetje, zodat het samenvalt met een grijs, een beetje een rond effect van. Zo. Ja, leuk. Mooie kleur is dit, zeg. Het nadeel is, oh, dat valt mee. Met micellair water krijg je het gewoon van je hand af. Ja, dit is een beetje donker ooglook voor mij, moet ik zeggen. Terwijl mensen denken van, heb je het over? Maar dit is wel voor mij doen een wat donkerdere look. Maar ik moet zeggen, ik word er wel blij van. Gaan we nog even naar die donkere paintpot. Want ik wil even een klein beetje zo onder mijn oog. Zeker als je creamproducten gebruikt, moet je gelijk even je, met zo'n ding even schoonmaken.
Ik zet deze cream producten trouwens niet met een poeder. Zo. Ja, voor mijn doen is dit echt wel een wat donkerdere blik. Maar dat geeft niet. Ik heb geen nieuwe blush, dus ik gebruik even deze van Catrice. Dit is uit de nieuwe collectie. De nieuwe update. En pas op, heel gepigmenteerd. bronzer heb ik geen zin in vandaag. Even kijken, wat zat hierin? Dit zat in mijn... Oh, dit zijn twee mascara's. Omdat ik redelijke high-end favorieten heb gevonden. Dit is de Full & Care Volume Balm Mascara van de Kruidvat. En dan heb ik hier de Max Drama Curl & Length. Nou, dat klinkt bij mij als je denkt, halleluja. Zullen we eerst even de wimpers krullen? Gaan we zo meteen nog even terug naar de lipstift, want daar heb ik wat over te zeggen. Dit is het borsteltje, een beetje gekruld. Ik heb hier een vlekje zitten. Het is een wat dunnere formule. Dat geeft op zich niet. Als het maar niet afgeeft. Wat was dit? Curl en length. Ik heb over het algemeen graag curl en volume. Niet zozeer lengte, want ik heb overhangende oogleden. Dus. Als het dan te veel lengte, dan gaat het afgeven. De lipstift. Helemaal droog. Beetje droog op je lippen. Ja, maar... Als het 8 uur blijft zitten, het blijft bij mij nooit langer dan 2 uur zitten. Ja. Het voelt heel fijn. Het voelt heel licht. Het voelt... Alsof je even met je tong zo je lippen moet droogmaken. Je voelt het gewoon niet, zeg maar. Het is ja, een heel klein beetje droger, maar het is een matte liquid lipstick. Dus dat is, nou ja, goed. Maar vergeleken met hoe ik ze ken, is dit echt... De kleur is goed. Hij is helemaal droog. Hij is transferproof. Hij is... Nou, je zag het, hè? Er kwam niks op mijn hand. En nog even een laagje mascara doen. Ja, de eerste indruk van die lippenstift is echt geweldig. Deze mascara trouwens ook. Kruidvat. Ik heb hier een beetje een vlekje gemaakt met de oogschaduw. Ja. Een gek vlekje, zie je dat? Dat smutsen we gewoon even uit, alsof het een deel is van wat het hoort te zijn.
Nou, ja. Mascara weghalen met een spoelie. Dan kun je het zo wegfleken. Oké. Ik heb geen highlighter. Dat heb ik ook niet nodig, denk ik. Een mooie ooglook. Ik ben benieuwd hoe lang deze blijft zitten. Wat vind ik ervan? Ik vind het wenkbrauwproduct heel fijn. Ik vind de lipstift echt wauw. Op een of andere manier. De oogschaduw. Ja, dat ik moet even kijken. Ik heb ook nog een binnen eye corrector. Had ik natuurlijk gewoon eerst moeten doen. Voelt heel fijn en zacht. Kan je een hele mooie streepje mee trekken. De mascara van de Kruidvat. Ja, echt geweldig. De poeder. Ziet er wel goed uit. Een mooi glansje aan je huid. En ja. Ik ga er nog even mee stoeien. De Banana Light van Revolution is echt heel goed. En dan leg ik alles wat ik geprobeerd heb, leg ik aan de andere kant. Want anders kom ik in de war met wat ik gewoon op moet ruimen. Ik ben ook aan het gooien met van alles. En wat ik gewoon en wat ik nog moet proberen, zeg maar. Ik heb nog heel veel producten die zeker niet meer nieuw zijn voor de markt, maar wel nieuw voor mij. Dit moet ik gewoon allemaal opruimen. Ja, tot nu toe ben ik er echt wel tevreden mee, hoor. Ik kan niet uit over de lipstift. Wat is dit? Komt heel erg in de buurt van mijn eigen lippen. Ik vind de kleur echt prachtig. Oké, de reden waarom ik niet de tinted gloss overheen doe. Tinted gloss. Ja, lip tint. Hydrating lip tint. Is omdat ik gewoon van een matte look hou. Ik hou van matte lippen. Ja, dat. Nou ja, goed. Ieder zijn ding. Ja, dit is het. Ik update jullie natuurlijk als ik de. Zeg maar. Samenvatting of de roundup van februari ga doen. Maar tot nu toe. Ja, ben ik heel erg onder de indruk. Ik zie dit helemaal gebeuren. Ja. Wauw. Ja, wauw. Je ziet aan de. Je ziet mijn rode vlekken erdoorheen. Maar dat, ja, ik vind dat niet zo erg. Ik zie er gewoon netjes en put together uit. En die lippenstift. Nou goed, ik ga erover ophouden. Want. Oh ja, kijk. Ik kan dus nu nog wel. Aan mijn wenkbrauwen zitten, zeg maar. Dus het is niet, het wordt niet crunchy of zeg maar zo heel hard, weet je wel. Dat is goed. Dat is goed. Nou, bedankt voor het kijken. Een heel raar einde, maar ik heb er gewoon niks over te zeggen. Het is. Ik ben normaal niet heel onder de indruk van Essence. Maar deze keer, ja. Ja. Dus ik ben benieuwd hoe lang die lippenstift blijft zitten. Ik ben benieuwd hoe lang de ooglook blijft zitten. Nou ja, daar kom ik op terug. Bedankt voor het kijken. Fijne dag verder voor jullie. Like en subscribe, dat vind ik leuk. Want we zijn een heel klein beetje aan het groeien. We zijn nog een super kleine tiny kanaaltje. Maar het is altijd leuk als er nieuwe mensen bij komen. En dan zie ik jullie graag bij de volgende. Doei!